Eigenlijk, hè? Eigenlijk doet Koeman een beenhakkertje. Ja, met Depay. Ja, daar bedoel ik mee dat trainers het vaak ook helemaal niet meer weten. Dat ze gewoon ook de weg kwijt zijn. Ja, ik neem jullie even mee terug naar 1990. Naar Palermo, Sicilië. Het Nederlands elftal speelt daar de WK. En het loopt voor geen meter. We spelen 1-1 tegen Egypte en 0-0 tegen Engeland, geloof ik. En een speler heel erg uit vorm op dat moment is Ronald Koeman. Niet een beetje uit vorm, vreselijk uit vorm. Ja, en Leo Beenhakker, dat was de bondscoach toen. Nou, en ik had hem geïnterviewd voor de tv en we zitten nog een beetje na te babbelen. En ik zeg tegen Leo, ik zeg, waarom haal je nou die Koeman er niet uit? Die raakt geen kokosnoot. Die kan je toch echt niet laten staan. Hij dacht geen seconde na en hij zei, Beenhakker zei gelijk tegen mij. Hij zei, ja maar Harry, luister, ik laat hem gewoon staan. Want stel je voor dat hij van de weer omstuit, een keer die bal goed raakt en hij knalt hem in de kruising. Want dat kan niet, die Koeman. Hij zegt, ja, daar hoop ik dan maar op. En daarom laat ik hem staan. En toen wist ik, ja, trainers die weten het soms ook helemaal niet meer. En die bluffen maar wat en die gokken maar wat. En die laten dan zo'n speler maar staan. En wat zien we nu gebeuren? De geschiedenis herhaalt zich, maar nu is Koeman de bondscoach. En hij heeft hetzelfde probleem met Depay. Want Depay, hij weet ook, Depay is geen geweldenaar. Depay is gewoon een goede voetballer. En als hij zoals nu niet in vorm is, dan vervalt hij tot leuke voetballer. Ja, en hij weet het ook even niet meer, Koeman. En die denkt bij zichzelf, nou ja, ik laat hem maar staan. Je weet het nooit. En stel je voor dat hij ook van de weer omstuit hem ineens in die kruising knalt. Ja, dan sta je gewoon 1-0 voor. En daar hoopt hij dan maar op. Dus vrienden, dat is het hele verhaal. Depay, dat is gewoon van, hup, gooi maar in de lucht en op hoop van zegen.